De beste reclames zijn die reclames die de koopknop in de hersenen eigenlijk activeren. Voedende oliën met snel intrekkende lotion. Verwend je zintuigen. Voor een heerlijk zachte huid. Reclame werkt omdat wij denken dat we immuun zijn voor reclame. Denken dat we hele rationele mensen zijn. Maar het grootste deel van wat wij doen en denken, dat gebeurt onbewust. En juist op die onbewuste processen, daar heeft reclame zijn werking. Nieuw, Nivea Body Oli & Lotion. Gewaardeerd worden, knap zijn, al dat soort basisdrives, basisbehoeften, daar wordt op ingespeeld. Het merendeel van het effect ontstaat als je het redelijk onbewust bekijkt. En je koopbeslissing is ook redelijk onbewust. En want vergeet niet, in de supermarkt heel vaak, ja, je staat niet de hele tijd na te denken. Dus je pakt wat op gevoel. Dat is eigenlijk op gevoel. En wij denken dat we een bewuste keuze maken. Maar een gevoel is leidend. Wat werkt dan heel goed als je het over gevoel hebt? Nou, ik vind een heel mooi voorbeeld vind ik de Axe-reclames. Waar je echt, dat noemen we een soort promised land. Er wordt iets voorgehouden wat onbereikbaar is. Now work on it. Hoor de schillende vrouwen. Maar uiteindelijk raakt dat je. Dat geeft je ontzettend beloningsgevoel. En dat koppel je onbewust aan het merk Axe. En als je dan in de supermarkt staat en je hebt verschillende deo's, dan gaat je hand toch vanzelf naar Axe. Want je lichaam wil Axe. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik vind reclames heel irritant die de hele tijd herhalen waar je heen moet. Dus, ik wil van mijn auto af.nl. Lala.nl, lala.nl. En ik geloof dat ik wil van mijn auto af.nl SO1 is. Maar als ik van mijn auto af wil, grote kans dat ik naar ze toe ga. Het voordeel van irritatie is dat je wel een sterke merkherinnering krijgt. Kun je er ook immuun voor worden? Voor reclame bedoel je? Nee. Hoezo niet? Nee, je kunt je onbewuste hersenen, dat deel van je hersenen waar je niet bewust van bent, op elk gegeven moment kun je niet uitzetten. Ik ben wel zelf wel fan van de Coca-Cola reclames. Daar wordt zo professioneel, zo mooi, wordt dat samen, gezellig, lekker, wordt gewoon heel, eigenlijk best wel subtiel, wordt dat in je hoofd gepompt. Als je zo'n reclame ontleedt, dan zie je een aantal ingrediënten. Je ziet altijd dat mensen heel erg van het product genieten. Je ziet altijd vrolijke mensen. Altijd mensen die zin hebben in hetgene wat ze aan het doen zijn. Heel veel saamhorigheid en verbondenheid. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste menselijke drijfveer. En die pakken zij gewoon. Die claimen zij als het ware.